heel erg naar wat mijn tegenstander doet en wat hij fijn vindt. En ik weet dat hij heel erg is in zijn eigen systeempjes. Nou, bijvoorbeeld, ik weet dat hij het Frans speelt. Ik geloof niet. Maar ik speel een 3-paard-C3. Goed. Dus onthoud deze opstelling. Wat speel je voor die D5? C6 hebben in plaats van F6, omdat lopen G5 veel sterk is. Maar nu doe je paard op D5 en nou, de meemaal gaat verder met. Was Schimmel D4 niet zo'n gambietje? Wat zei je? Schimmel D4 was er niet zo'n gambietje mee? Ja, Hennig. Ja. Ja. Klopt, maar okay. Ja. In ieder geval, ik ging ervan uit tijdens de partij dat hij met zijn paard hier zou slaan. Lijkt me objectief ook de beste. En dan krijg je, ja, heel snel laten zien. Pakken, C maal. Loop een B4, gaan wat stukken vanaf en nou ja, oké, er zijn heel veel partijen meegespeeld voor beide kleuren, valt wel wat van. Maar ik dacht nog steeds van misschien, dat hangt het allemaal nog wel shit zitten, of nog wel kent. Ik dacht, nou, ik ga het even iets anders aanpakken. En ik hield in mijn achterhoofd altijd waarschijnlijk met het paard gewoon terugslaan. Dus ik speelde eerst E3. Paard C6. Nou, A3, dat is eigenlijk een wachtzet. Als ik iets als loper D3 doe, dan slaat hij natuurlijk wel op C4. Dan heb ik een tempo verloren. Dus dat noemen ze ook wel eens een halve zet. Nou, hij doet precies hetzelfde. En op dit moment sloeg ik op D5. Nou, maar maakte in mijn ogen een fout door niet met het paard terug te slaan. Het beste is gewoon pionmaal en. Nou, dan krijg je een geïsoleerde pion met zwart. Nou, oké, prima stelling voor beide. En nou, misschien hebben we iets fijner voor wit. Hij sloeg dus met zijn paard terug. En even geleden vroeg ik aan jullie, onthoud deze opstelling. Oh. Nou, nu heb ik die dus nog een keer met wit. Alleen, wat valt je op aan de zwarte stelling? Weer lekker stil. Ik moet ook even nadenken. Nou, gisteren zei je het nog goed in de kroeg. Oh. Iemand een idee? Wat is misschien gek aan de zwarte stelling? Ah, ik weet al weer dat ik dat zei, ja. Goed. Iemand enig idee? Iedereen heeft vast wel hun idee, maar durft het niet te zeggen. Ik wil E4. E4. Oké, maar dat is niet gek aan de zwarte stelling. Waar moeten zwarte stukken nu staan? Okay. E4 is wel een zet die een keer in aanmerking komt. Oké, ik zal het wel vertellen. Namelijk de zet A6 is eigenlijk niet. Is eigenlijk wel traag. Dus je liever hebt dus bijvoorbeeld al je loper op E7, dan kun je kort rokeren. En nou ja, als je stukken wat meer ontwikkeld zijn, kun je een keer A6, B5 spelen. Of je skipt het hele A6 gedeelte en je doet meteen B6. Dan sta je in ieder geval wel lekker solide. En we komen dus nu in een situatie waarin wit een geïsoleerde pion krijgt. Ja, in plaats van zwart. Dat is inderdaad interessant. Dat is misschien ook een deel van de uitleg waarom A6 niet helemaal past. Dus als je tegen die geïsoleerde pion speelt, dan wil je misschien liever iets met B6 lopen of B7 doen. Dat is het trage aan A6. Het kan wel A6, B5, maar nou ja, heel goed. Is wat minder solide inderdaad, denk ik. Ja. Ja, wat trager. Het spel wordt altijd heel erg direct met zo'n geïsoleerde. Ah, het zijn natuurlijk twee zetten aan 6B5 in plaats van D6. Nou goed, ik speel loper D3. Mijn plan is kort rokeren en nou ja, op een goed moment E4 spelen. Nou, hij zag de kans om een geïsoleerde pion stelling van te maken. En in ieder geval wat mijn, of ja, wat Fadim en William weten, is dat dit wel een van mijn favoriete onderwerpen is tijdens de training. Dus ik was hier wel wat tevreden. Vooral omdat ja, het is een redelijk open stelling. Je hebt heel veel vrijheid met je stukken en je kan gewoon nou, lekker op die koning aanvallen. Hij deed ook B7, dat vind ik kort. Even kort mijn groep jongens, wat weet hier over geïsoleerde pionstellingen? Want het is niet mijn favoriete onderwerp. Dus. We hebben het wel één keer afgelopen seizoen over gehad. Ruilen is een voordeel van degene die verdedigt tegen de geïsoleerde pion. Heel goed, ja.
Dus degene met de geïsoleerde pion speelt op activiteit. En degene tegen de geïsoleerde pion die speelt op structuur in feite. Beetje raar. Ja. Nou, oké, nou, dat even voor ogen hebben. Ja. Mm-hmm. Oké, goed. Nou, op dit moment, nou, wat is de meest voor de hand liggende zet? Dat is natuurlijk korte rokade. Op korte rokade kan ik al heel sneaky iets als lopen C2 doen. En daarmee D3 is dan al best wel een irritante dreiging. Lopen C2, stel voor hij doet iets. Ja, ik weet niet van wat, uit veel uit wat. Nou, hier moet je in ieder geval op reageren met waarschijnlijk G6. Wat een heel belangrijk is als je ooit een keer tegen de geïsoleerde pion speelt. Zorg altijd dat je een stuk op het veld voor die pion hebt staan. Stel voor je speelt nu paard F6, dan moet je altijd rekening gaan houden met zetten als D5. Dan staan al jouw stukken nog op de achterste rij, ben je onderontwikkeld. En kan de andere kleur waarschijnlijk wel veel voordeel krijgen. Ook al lijkt het heel gek omdat je gewoon exact dezelfde structuur hebt, toch zijn je stukken vaak al heel ver terug. Dus paard F6 is daarom niet een hele lekkere zet. En, dus voor je doet G6, dan kom je ook al. Wil je misschien met de stelling van net nog toren D8 hebt? Dus misschien dat dames C7 een soort uitzondering is. Ja. Dus dat een D5 misschien minder effectief. Maar over het algemeen is die D5 breken inderdaad een van je troepen. Mm-hmm. Ja, zeker structuur. Oké, goed. Hij dacht hier toch wel lang na en besloot uiteindelijk niet te blokkeren. Hij deed pas dames C7. En dat, gaat wel langzaam wat opties geven. Nou, ik besloot heel snel gewoon normale ontwikkelingsset te doen. Nou, hij had ook al wat tijd gebruikt, dus ik vind het dan zelf wel fijn om een normale set, om er niet te veel tijd aan te verspillen, want dat kan je altijd later in de partij goed gebruiken. Dus ik deed dame E2. Maar ook een korte rokade komt dame E4, dreig je weer mat. Het is toch altijd wel, je gaat echt wel wat zwaktes uitlokken daar. En hier besloot hij om de hele partij wel wat te veranderen. Hij gaat eigenlijk hij speelt een paar maal zitten in dat één stuk. Dan gaan we van de geïsoleerde pion gaan we naar de hangende pion. Nou, paard naar 5. Even, dat hebben we afgelopen seizoen ook één keer gedaan. Dus toen we het hadden over geïsoleerde pion, hadden we het ook op hangende pion. En wie herinnert zich dat? Ik weet niet precies wat er meer mee was, maar. Ze waren wel zwak, maar soms kunnen ze ook sterk zijn. Ja, eigenlijk zijn ze of zwak of sterk. Ja. Maar het is vergelijkbaar met de geïsoleerde pion. Dus die beide structuren zijn aan elkaar gelinkt en eigenlijk geldt het ongeveer hetzelfde. Klopt. En ik denk dat het zelfs een extremere structuur is, want deze pionnen zijn en veel gevaarlijker als je ze goed naar voren kan gooien. Op het moment als je ze blokkeert en je krijgt de grip op de stelling met zwart, dan heb je twee grote zwaktes en A3 is eigenlijk ook zwak. En dan heb je in ieder geval veel meer problemen dan wanneer je één pion verliest. Anders dan is de kans al redelijk groot dat je die twee gaat verliezen. Maar goed, wat me hier opviel aan de stelling was dat zwart redelijk onderontwikkeld is. Dus dit leek me wel een goed moment om even wat tijd te investeren. En de eerste zet waar ik eigenlijk al naar keek was paard E5. Goed, zwart's idee is natuurlijk om paard B3 te spelen. En hier heb je misschien een idee om B5. Sla je die terug, dan win je een pion. Nou, koning F8 is dan het logische antwoord. En nu heb je wel een mooie zet, lopen F4. Krijg je paard G6 schaak. De dame winst. Dus misschien was ongeveer de enige zet is lopen B6. Nou, nu heb je ook tijd om die toren te draaien, dus toren AB1. Alleen het probleem nu was dat hij kon pakken en F6 kan doen. En nu verlies ik in ieder geval een stuk. Ik kan wel op B5 slaan en daarna op E5 slaan. Goed, ik heb waarschijnlijk nog heel veel compensatie, maar het is toch zonde om als zo'n ontwikkelingsvoorsprong. Vergeet niet over de verschillen en de overeenkomsten te denken. Moesten jullie bij dame E2 ook denken aan Dries en Marijn gaan wel om 20 minuten nadenken over
afgeschud met toren E in. Daarom E2 voel ik wel aan. Oké, okay, die zou je wel weten. Ja, maar soms is ik echt onnodig na te denken. Ja. Of gewoon onnodig diep. Ja, dat is iets wat je uit je systeem moet krijgen, maar wat ongelooflijk moeilijk is, want iedereen doet het. Dat heb ik hier dus ook gisteren, nou zeker een kwartier gedaan. Oké, okay, andere optie naar paardb3 is ook nog lopen F4. Geef je deze. En hier zag ik, nou wel het idee met paard B6 natuurlijk. Wat wel bijvoorbeeld werkt, wat wel een leuk idee is, is pakken, hier slaan, paard B3. Nee, ik ga even een beetje wat sneller. Dame H5, dame F8, pakken. En ik zag nu, als ik bijvoorbeeld terug ga naar H5, dan dreig ik dingen als paardmaal F7, dus dit ziet er heel erg goed uit. Het is wel dikke onzin. Want er zit een lek in. Ja, wel een stukje eerder. Misschien hier ook al wel, maar ik heb in ieder geval nog niet met de computer. Dus op het moment dat A1 wordt geslagen, kan zwart ook gewoon op C3 slaan. Maar dan moet ik op A8 pakken. En dan is dat als paard B3. Ik ben in ieder geval één pion kwijt en de D-pion die gaat ook wel hangen. Dat is eigenlijk net wat ik zei, als je die hangende pion hebt, dan zijn het er altijd twee. En dat kan het en gevaarlijker worden. Maar als je ze eenmaal op de een kwijtraakt, dan ben je de andere ook kwijt. En hier raak ik in ieder geval die D-pion kwijt. En ik denk eigenlijk niet dat ik er voldoende aanval voor heb. Dus ik dacht op dit moment, tijdens mijn breking, laat het allemaal maar. Ik ga op zoek naar iets simpels. Dus, nou, iets simpels. Gewoon een piondek. Lopen B2. Ik zet hem op. Ik zat nog te denken, wat is nou het verschil met eerst C4 doen? Het verschil met C4 doen, als je paard B3 hebt. Oh, die loop wordt van geld, sorry. Ja. Dit is trouwens ook nog best wel interessant. Ik dacht, toren AB1. Pakken. Lopen maar A3. Toren C3. Terug, iets als C5. En dan daarna lopen E4 en dan ga je alles op die B-lijn gooien. Ik vond het in ieder geval wel interessant uitzien. Ik denk dat het ook wel beter is voor wit. Maar alsnog, ja, waarom zou je hem opeens je pion geven terwijl je toch al zo'n goede stelling hebt? Maar dat was ook zeker wel een interessante optie. Nou, dan blijft lopen B2 over puur omdat als je lopen D2 doet, dan heb je paard B3 nog wel hier lopen. Daarnaast kan die lopen op de diagonaal nog best wel van pas komen. Hier speelde hij lopen D7. Ja. Dit nog even. Het lopen B2, ik heb altijd in mijn hoofd lopen B2 is verkeerd. Dat is bij mij als een patroon opgeslagen als een, die lopen die hoort daar niet. Die moet naar G5. Daarom was ik zo verbaasd ook gisteren. Ja, maar dit is dus omdat zwart zo raar heeft gedaan, is het opeens wel concreet goed. Krijg ik ook gewoon tijd om ook weer dingen te doen die niet standaard zijn. Ja. Zoals dit. En zelfs in die mainline die ik bekeken had, die partij heb ik ooit een keer met dit jaar seizoen gedaan. Dat is de partij van Kasparov tegen Portis. En daar zet hij ook zijn lopers op B2 en D3 neer. En uiteindelijk ook met exact deze structuur vervolgens besloten om beide pionnen te offeren. Om alle lijnen vrij te krijgen. En toen heeft hij een zwart vol op de koning. Het zwart ging kort en de koning is helemaal afgemaakt. Dus ook met dat in gedachten dacht ik, en extra tijd in de stelling. Gewoon met actievere stukken. En hij heeft al, dus dan kan ik ook vast wel een pion offeren om ook heel veel te bereiken. Goed, en dat is een overeenkomst met mijn partij. Dus dat ik dus ook te vergelijken met patronen. In mijn partij was het die Scandinavische gambit variant. Daar zat ik mee te vergelijken. En Nico zat kennelijk niet een concrete opening te vergelijken, maar een klassieke partij van Kasparov die kende. Dus zo zit je toch altijd tijdens je partij de stelling op het bord te vergelijken met dingen die je kent. Ja.
Ja, dat, die partij van Kasparov was trouwens dus met die opening die ik net in het begin liet zien met drie paard F3, dan B6, A3. Ik zou jou dan gewoon een link sturen, dan kan jij hem ook in het verslag zetten, want het is wel een leuke partij. Dat is goed. Nog beter trouwens, er is een YouTube-serie van Kasparov, heet Kasparov My Story. Daar laat hij dan wel eens wat partijen zien. En nou, ze staan niet allemaal op YouTube, maar er staan er een paar op. En volgens mij was dus die partij die ik dus naar refereer, nou, die is volgens mij ook op video. Dus dat is echt super gaaf om te zien. Dat wist ik niet eens, dat kan ik niet. Ja. Nou goed, lopen D7. En ben je paard E5. Oké, C4 ligt ook wel voor de hand. Maar ik was toch bang voor iets als lopen F6. Je wilt toch sowieso graag al je paard naar E5 spelen. Om ook controle te krijgen over het veld C4. Maar natuurlijk is het zwarte plan om B5 te spelen, toren C8 en zijn paard op C4 te zetten. Maar goed, als je begint met C4 is, leek mij deze vrij irritant. Want als ik dan het paard E5 zou doen, dan kan die gewoon, nou, ik denk slaan. En nou, met die twee pionnen wordt mijn lopen op B2 waarschijnlijk niet meer een hele mooie. Nee, dit is dan is het verkeerd gegaan met lopen B2. Ja. Nou, misschien kan je nog alibi zetten, maar goed. Ik dacht, ik doe gewoon meteen paard E5, dat is wat nauwkeuriger. Omdat op lopen F6 doe ik F4. En hier maakt hij eigenlijk al een blunder. Ik speelde hier een korte rokade. Ik wil nog hier even over wat vertellen trouwens. Dus ik was hier paard G4 nog even van plan. En ik dacht, dan gaat hij terug en dan kan ik wel C4 doen. Het enige punt is dat na paard G4 gaat hij lang rokeren. En als ik dan niet zo snel. Dan heeft hij opeens een mooie G-lijn, zijn lopen gaat naar C6 en hij krijgt gewoon weer spel. Terwijl die lijnen voor zijn koning kan ik niet heel erg makkelijk openbreken. 17:30 zullen we tot... Okay, ja, we zijn er bijna, het is namelijk zo nog eens. Nee, ik weet het, maar er heeft veel naast zit ofzo. Ja, goed, lopen F6, F4. En hier speelde ik kort. En toen maakte ik in gedachten een paar blunders. Ik wou nu weer paard G4 doen. En toen zag ik dame D8. Pakken. Dame H5, dubbele aanval. In de partij. Nou, en nog dat weer. Dat ik vervolgens ook over lopen E7 ging nadenken. En weer 5 minuten kwijt was, kwam ik erachter dat de zet puntje wint. Welke wint hij? Precies hetzelfde principe. Paard keer D7. Ja, paard keer D7. En als je slaat, is weer de verdediger van A5 weg. En dan dame A5 win je dus een stuk. En toen gaf hij op. Dat was dus gewoon in de meeste klassen tegen een serieuze tegenstander. Hoeveel zetten was dit? 16. Ja, en ik bedoel, Henk verder kan echt wel schakelen, maar ja, zelfs die heeft wel zijn dag niet. En wat je ook ziet, is dat dingen die je niet verwacht, zie je niet. Dus jullie weten, Carlsen had mat in 3 gemist, toch? Tegen Giri. Ja. Hoe kan dat nou? Met een uur op de klok. Een wereldkampioen. Een simpele mat in 3. Ja, als je niet verwacht, dan zie je het misschien soms niet. En dit is ook, Nico zat 5 minuten te turen naar een, wat is het, stap 3 opgave. Ja, zoiets. Misschien wat. Ja, je verwacht soms niet dat zo'n goede tegenstander zo'n blunder maakt. Dus dat is ook weer, nog weer een ander aspect van... ja, van denkprocessen. Dus het onverwachte misschien toch zien. Ja. Maar daardoor is het soms ook wel belangrijk om, ook als je heel lang ergens in een variant zit te dwalen, om gewoon weer even terug te gaan naar het begin. Want als die variant met paard E5 en dat die toren op A8 won en die op A1 offeren, dan een tijdje moet je gewoon denken, oké, wacht, ik kijk hier te lang naar, dat is helemaal niet praktisch, daar gaat mijn tijd. Laat ik even naar het begin kijken. En hier zo dacht ik op een gegeven moment van oké, even weer naar de eerste set heb ik nog alternatieven. Oh wacht, via dezelfde constructie kan ik een stuk winnen. Nou, dan doen we dat.